Dit is een unieke machine. Deze machine maakt van gemengd plastic en textielafval palen en planken waarmee wij weer producten kunnen maken die we kunnen gebruiken. Alle soorten plastics en textielafval gaan er hier bovenin en palen en planken die komen eruit. Door middel van frictie en druk worden de verschillende plastics allemaal op een eigen smelttemperatuur gesmolten en daarna vermengd op microniveau, zodat er een heel homogene, consistente massa ontstaat. Wat gaat er allemaal in? Er gaan visnetten in, scheepstouwen, moeilijk te recyclen plastics. Dit zijn residustromen uit het huishoudelijk plastic afval. En zelfs schoenen kunnen wij in één keer in deze machine stoppen en die komen er als palen en planken weer uit. Dus laten wij dit moeilijk te recyclen plastic afval unwasten tot dit soort materialen, waarmee we fantastische producten kunnen maken.